Terwijl mbo'ers en middelbare scholieren vanaf volgende week gemiddeld weer 1 dag per week naar school mogen, geldt dat niet voor studenten van hogescholen en universiteiten. Hoewel het hoger onderwijs zelf zegt er klaar voor te zijn, is het kabinet dat niet. En dat doet pijn, zeggen bestuurders van de UvA en de HVA. De ziel van de universiteit is eruit. Kijk om je heen. Het is hier uitgestorven. Studenten zijn mentaal en financieel echt uitgeput. En voor medewerkers geldt hetzelfde. Ja, die lopen ook een beetje op hun tandvlees. Want die zitten daar maar de hele dag achter een scherm en proberen dat allemaal in de lucht te houden. En ook die hebben natuurlijk een enorme uitdaging. Als je daarbij ook optelt dat een aantal thuis onderwijs hebben moeten geven in soms heel ingewikkelde omstandigheden, nou, dan kan je uittellen hoe het met ze is. Des te belangrijker dus volgens de bestuurders dat de collegezalen snel weer open gaan. Maar vooralsnog wordt er geen enkel perspectief geboden. Dat doet me pijn. Dat vind ik heel erg moeilijk. Ik snap wel dat wij natuurlijk altijd grote schaal hebben. En bij kappers kan je nog zeggen dat is er zijn een paar mensen, daar kan je het gevoel hebben dat je meer controle hebt. Wij hebben dit echt heel goed voor elkaar in het hele onderwijs. Dat is echt heel goed geregeld. Wij blijven erop drukken dat we dat zo snel mogelijk al kunnen inzetten. We hebben de gebouwen helemaal al ingericht op 1,5 meter afstand. We hebben een rooster daarna gemaakt. We hebben de practica, de studiewerkplekken, de bibliotheken. Scenario's liggen klaar. Kijk naar de faciliteiten die we hebben en zie hoe goed het geregeld is. En geef ons de ruimte om die studenten en die onderzoekers en die medewerkers weer naar de campussen te halen. Laat ons open gaan en vertrouw erop dat wij dat op een verantwoorde manier doen.